Super dat je kijkt een nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Vandaag heb ik de storytime hoe ik illegaal mijn school weer binnengekomen. Het leek me leuk om het aan jullie te vertellen. En ik had al in een andere video gezegd dat ik de video zou maken. En vandaag heb ik dus de storytime hoe ik illegaal mijn school weer binnengekomen. Dus vind je dit video leuk, doe een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nou maar snel beginnen. Het was woensdag 7 juni en wij wilden graag naar buiten. Wij wilden van de schooltrein af, maar dat mag allemaal niet. Want dat is het dan, als er iets gebeurt, dan is het schoolrisico. Dus wij mogen niet van de trein af als je niet naar cursus moet, dus ander gebouw. Of toestemming hebt van je ouders en een docent, dat je bijvoorbeeld naar de tandarts moet of bla bla bla. Of een toestemming van hebt van een docent, dat je je boek bent vergeten en dat je je boek mag gaan halen of gymspullen of whatever. Maar dat hadden wij allemaal niet. En wij wilden gewoon echt naar buiten. Want wij hadden zin in AFRA. En wij wilden naar schakelcollege. En dat kon niet. En wij hadden al geprobeerd aan andere docenten of die toestemming konden geven. Dat wij naar buiten mochten. Maar dat wilden ze allemaal niet. En Camille, Sanne en ik wilden echt per se naar buiten. Met z'n drieën gewoon naar AFRA. En dan naar schakel, zoals ik net al zei. En uiteindelijk is Camille naar boven gegaan. Heeft een briefje gehaald bij de teamleider. Dat hij zijn gymspullen was vergeten of een boek of ik weet niet precies wat het was wat hij zei, maar hij was in ieder geval iets vergeten voor school en dan mocht hij thuis gaan halen. Dus hij mocht al naar buiten, maar Sanne en ik nog steeds niet. En we hadden al gedacht van om via de gym te lopen, want onze gymzalen zitten boven op de eerste verdieping. En dan heb je zeg maar een trap naar beneden die naar de sportvelden leidt. En als je die trap afloopt, dan kun je gewoon zeg maar de andere kant in lopen en dan ben je ook van het schooltrein af. Maar daar beneden heb je een hokje waar meestal een conciërge zit of een docent. En wij hadden al gezien dat er een docent zat. Dus wij konden niet via de gym lopen, want dan was het al lang, dan zouden we meteen gepakt worden. Uiteindelijk, toen was het even dat onze conciërge wegliep van de deur, zeg maar bij de fietsenstalling. En wij zagen iedereen zeg maar die kant oplopen. Dus wij wisten eigenlijk al dat hij weg was, want dan meestal als hij wegloopt, dan gaat iedereen naar die kant die naar AFRA willen of die willen roken. En ja, dus wij zagen iedereen lopen. Dus wij gingen kijken en het was inderdaad vrij, dus wij konden naar buiten lopen. Camille kon sowieso al naar buiten, want hij had een briefje. We waren naar buiten gegaan zonder dat wij gepakt werden toen op dat moment. En we gingen naar AFRA, we zijn naar schakel geweest en het was toen nog 10 minuten voordat de bel ging ongeveer. En toen dachten wij, fuck, hoe komen wij weer binnen? Want als wij via de fietsenstalling terugliepen, dan stond sowieso de conciërge daar weer. Want altijd aan het eind van de pauze staat hij daar. En dan zouden we gepakt worden. Dan zouden we misschien 3 uur corvée moeten doen. Plus een gesprek aangaan met de teamleider of leerlingbegeleider van waarom je van een schooltrein af bent gegaan, bla bla bla. En dan kan het zijn dat je ouders erbij worden gehaald en bla bla bla. Hadden we allemaal geen zin in, want wij wilden gewoon alleen afgehalen en we wilden gewoon weer normaal naar binnen kunnen. Maar dat kon niet, want dan zouden we sowieso problemen krijgen. En Camille en Conrad die skipten altijd, niet dit jaar, maar het jaar daarvoor zeg maar, toen wij in de tweede zaten. Toen waren hun bijna nooit in de les en ja, hun moesten toen ook gewoon binnenkomen. Dus Camille die zei zo van, ja, er is wel nog een optie om binnen te komen. Maar dat is wel een risicovolle optie, bla bla bla. Dus wij dachten van, ja, vertel maar. Nou, aan de zijkant van het, je hebt zeg maar, hier is onze school. En die zit best wel aan een drukke weg. Als jij Tilburg een beetje kent, dan zit die zeg maar, bij hier is de rotonde. Waar het draaiend huis op staat. En dan aan die kant ga je naar Tilburg Noord, Kets. Dus Kets, ja. Dus Kaatsheuvel, zo noemen wij dat. Kets. Naar Kaatsheuvel en aan de andere kant richting Tilburg stad, dus Tilburg centrum en Gorle en zo. Dus het is altijd een best wel drukke weg aan die kant. En hier is zeg maar die weg en zo staat onze school zeg maar. Dus aan die drukke weg zit zeg maar een hek met schrikkeldraad van onze school. En daarin is een gat gemaakt. Ik weet niet meer zeker of Conrad en Camille die hebben gemaakt of... Ik weet niet, maar hun wisten in ieder geval dat die gat daar zat. Of nou ja, Camille wist dat op dat moment. En hij ging uitleggen, bla bla. Van als je hier overheen gaat, dan kom je gewoon bij de gym. Net voor de sportvelden. Net voor het hek bij de sportvelden kom je uit. En dan kon je zo de schoolplein op. En dan ben je gewoon op het schoolplein. Maar met het risico, als je gepakt zou worden, dan zouden je ouders gebeld worden. Dat jij de school en weet ik veel, op de illegale school binnenkwam. Plus, je zou waarschijnlijk geschorst worden. Plus, je zou 100.000 gesprekken aan moeten met zorg. En daar hadden we eigenlijk geen zin in. Maar ja, weet je, wij zijn van de risico's nemen. Dus uiteindelijk hebben we dat gedaan. Bij dat hek
zat inderdaad een best wel groot gat. Of nou ja, je kon dan gewoon tussendoor. Camille die heeft de dingen omhoog gehouden. De schrikkeldraad heeft hij omhoog gehouden. Zodat Sanne en ik er onderdoor, of ja, er onderdoor konden. En toen zaten wij bij de bosjes daar. En wij keken naar die kant. En daar zit een lokaal, dat is een praktijklokaal met waar je techniek doet en lassen en et cetera. En wij keken daar naartoe en wij zagen daar een docent zitten. Die les aan het geven was. En als die docent naar die kant, naar onze kant keek, dan waren we echt fucked up. Dus wij gingen een beetje schuilen tussen de bomen, bosjes, weet ik veel wat dat was. En uiteindelijk toen draaide hij, zeg maar. Toen zijn wij op onze knieën door zwart zand heen gegaan naar dat pad. En als jij zo loopt langs de lokalen, dan kom je hier, zeg maar, de school, de speelplaats, de binnenplaats. En aan die kant zit de aula, zit het raam van de aula. En wij zagen de conciërges, of nou ja, twee conciërges van de vijf of zo, zagen wij daar staan. En wij dachten van, als die nou die kant opkijken, zijn we helemaal klaar. Maar op een gegeven moment liepen hun weg. En toen zijn wij heel sneaky naar het einde van dat paadje gelopen bij de speelplaats. En dan zat er best wel een bankje dichtbij. En toen zijn we op dat bankje, heel snel op de bank, naar de bankje gegaan. En zijn we op gaan zitten. En dan komen er gewoon mensen van allemaal. En de conciërges controleren best wel vaak de speelplaats en zo, wie er nou allemaal zijn. En toen kwam een conciërge aanlopen van binnen. En die zei, oh, zitten jullie hier lekker, bla bla bla. Ik had jullie net toen ik het rondje ging maken helemaal niet gezien. Dus hoe lang zitten jullie hier? Oh, hij zo van, ja, we zijn net naar buiten gegaan. Oh, maar ik heb jullie ook helemaal niet langs mij zien lopen. Maar hij had helemaal niks door. Want voor hun weten volgens mij ook niet dat daar een gat zat. En hun hadden helemaal niks door dat wij via dat gat zijn gekomen. En wij zo van, ja, nee, we zijn echt niet langs jou gelopen. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Dan moet ik echt maar een bril gaan komen. Terwijl helemaal nooit langs hem zijn gelopen. Oh, ik zweer, het was nog nooit zo stressvol. Want als wij gewoon gepakt waren, hè, dan waren we gewoon onze ouders. We waren geschorst. 100.000 gesprekken met zorgcoördinator. En oh, maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Wij zijn dus door een hek langs een drukke weg onze school binnengekomen. En het was een avontuur. Oh mijn god, ik zweer het je. Ja, weet je, ik zou het zo weer doen. Maar ja, en jullie denken nou volgens Jalisa, waarom vertel je dit verhaal? Het is alleen maar risicovol als je er nou over vertelt, omdat het volgend jaar allemaal drama op school. Nou, weet je, ik heb het er met Sanne over gehad. En weet je wat het is? Wij krijgen een nieuw schoolgebouw, zoals sommigen van jullie wel weten. Als jullie mijn laatste schooldag vlog hebben gezien, of mijn laatste lesdag die vlog hebben gezien, dan weet je dat wij een nieuwe naam hebben gekregen en dat onze school gaat verhuizen naar een nieuw gebouw. Dus dit gebouw, schoolgebouw bestaat straks niet meer. Dus vandaar dat ik dit nou vertel, want onze school die daar bestaat toch niet meer. En dan gaan we bijna met het ROC samen. En nou mogen we waarschijnlijk gewoon naar buiten. Dus we hebben waarschijnlijk het probleem niet meer dat we niet meer naar buiten mogen. Dus ja, onze school bestaat, zeg maar, dat gebouw bestaat straks niet meer. Dus vandaar dat ik het nou vertel. En ja, als ze moeilijk willen doen, dan doen ze maar moeilijk, weet je. Het is toch al gebeurd. Dus ja. Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe wel even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hierbij als je niet hebt gedaan. En een hele dikke shout-out naar Sanne en Camille toen, want het was echt een superleuke ervaring. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei doei!